Eindhoven heeft niet alleen de beste voetbalclub van Nederland, maar ze hebben ook alle high-tech, traditiegetrouw met Philips, noem het allemaal maar op. En ze hebben Storm. En Storm, daar hebben we al vaker aandacht aan besteed bij MotoMe. Eindelijk gaat het gebeuren. Ze gaan nu, op dit moment, of over een paar minuten, gaan ze de wereld rond in 80 dagen. Zondag 14 augustus jongstleden. De Storm Wave krijgt zijn vuurdoop voor een groot publiek. Een vuurdoop die moet bewijzen dat je met een zelfontwikkelde elektrische motorfiets de wereld rond kunt. Senja, we staan hier op het podium nu en je gaat zo meteen vertrekken. Jeetje, hoe voelt dat nou? Is dat een bevrijding? Ja, ik heb er heel veel zin in. We hebben hier 2 jaar naartoe gebouwd, dus als het dan daar is, dan is het wel spannend. Wat is jouw rol binnen het geheel? Ik zit bij sponsoring en PR, dus ik ben tijdens de reis aan het zorgen dat we mooie beelden maken en terug naar hier sturen, zodat mensen ons kunnen volgen. En ik heb ervoor gezorgd dat we uiteindelijk deze motor ook neer konden zetten. Hey, en je ouders maken zich geen zorgen of die vinden het allemaal wel prachtig? Die vinden het sowieso prachtig en zorgen maken hoort er een beetje bij, denk ik. Nou, ik weet dat ze heel hard gewerkt hebben. Ja. Ze zei elke keer, nee, dit gaat lukken, deze datum staat. Dus ik had eigenlijk wel vertrouwen dat het goed ging. Ja. Ik heb hier het genoegen met de opa en oma van de eerste rijder. Ja. Bent u een trots opa? Heel trots. Ja. Heel trots. Ik ben zelf ook al. Ik heb ook nog een motorrijbewijs. Ja. Maar ik ben pas 84, dus. Ja, dan kan het nog wel, ja? Ja, kan ik wel. Okay. Maar motorrijk nu, wel scooter. En u gaat hem gewoon de hele rit volgen, begrijp ik? Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Oh, we hebben net opa en oma aan de tand gevoeld, zeg maar. Beren trots op jou. Ja, jij gaat zo starten. Ja, dat klopt. Ik mag mijn podium afrijden. Dit is toch wel net zoiets als dat je met de vlag het Olympisch Stadion binnenkomt. Hoe voelt dat als eerste? Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Ja, dat kan ik iedereen aanraden om te doen. Maar. Ja. Waar gaat de etappe vandaag naartoe? Richting München. Ik rijd het eerste stukje en dan wisselen we een keer, wisselen van rijder, wisselen van accu's. En dan op die manier komen we in München terecht. Dus. Maar jullie gaan dus met een hele club. Gaan jullie met een volgwagen überhaupt? Of hoe moet ik het zien? Gaat het met een heel convoy dat jullie naar München gaan? Ja, we hebben een heel convoy met busjes. Want ga je nou met 19 of met 22 mensen daar naartoe? Met 23 man. Kanonnen zeggen. Maar dus inderdaad voor PR, voor technische ondersteuning, 23? Ja, een aantal motorrijders. Hoeveel motorrijders? We rijden in principe meestal zullen we met 3 man rijden. En dan een aantal man die ook klaarstaan om in te springen als ons iets overkomt of ziek worden of noem maar op. Ben je wel zo ver van huis geweest? Nee, nooit zo ver. Tijd om een beetje te genieten, denk je? Ik hoop dat we eruit toe komen. Ja. Dus. Okay. Dat ik een beetje dat af en toe kunnen uitslapen en een biertje aan het eind van de dag kunnen drinken. Dat zal leuk zijn. We hebben een kleine technische storing. Geluid wil niet, elektriciteit wil niet. Maar dat moet toch hier geen probleem zijn met al die mensen. En wie komen we ook hier tegen? Trui Anul, de dame die wereldreis maakte naar Turkije met een Zero. Trui, je bent echt niet elektrisch weg te slaan, hè? Nee, ik ben helemaal overstag, moet ik zeggen. Ja, ik ben... En ik denk iedereen die er langer dan een week mee gereden heeft, die koopt een. Ja. Ik heb het al verschillende mensen zien doen. Ja. Had jij niet mee willen rijden? Nee. Het raceaspect zegt me niks. Nee. Echt totaal niks. Ik wil... tijd hebben, ik wil mensen kunnen ontmoeten, ik wil kunnen 5 dagen op een plek blijven en dit, men heeft het mij voorgesteld, vorig jaar, zo weet wel mensen die dit concept vonden, niet echt, en ik dacht meteen, nee, is niks voor mij, jong. We hebben hier 2 ambassadeurs te pakken van Storm, de heer Balkenende, daar gaan we mee beginnen. Waarom bent u ambassadeur? Ik vind het geweldig wat hier gedaan wordt. Een beeld hebben van de toekomst, van mobiliteit, elektrische mobiliteit. Dat betekent dat je heel iets nieuws aan het doen bent. Toen heb ik gezegd, ik vind het een geweldig initiatief. Ik zal graag jullie steunen. Ik was kort geleden in Japan, nog met een grote motorfabrikant daar gesproken. Ook over duurzaamheid gehad, maar dat was nog niet aan de orde. Dus hier gebeurt echt iets nieuws en dat vind ik het mooie ervan. Rick Niemann, hoe valt dat te rijmen? Want je hebt net een boek uitgebracht met Guzzi, Italiaanse avonturen met Moto Guzzi. Hoe valt dat te rijmen met elektrisch? Het valt te rijmen. Ik bedoel, toen ik als ambassadeur de eerste keer publiekelijk optrad voor de elektrische motor, kreeg ik grappige, maar een beetje bozige, tussen aanhalingstekens, sms'jes van motorvrienden. Joh, dat ding maakt helemaal geen herrie, jij klinkt helemaal nergens. Nou, hoe kan je dat nou mooi vinden?
ik denk toch dat het de toekomst is. En deze jongens die hebben echt iets heel knaps gedaan, want technologisch is het echt een hoogstandje. Had je mee willen rijden? Ja. Maar er moet ook gewoon gewerkt worden. Dus ze hebben het ook niet gevraagd. Hè? Ze hebben niet gevraagd. Oh, ze hebben niet gevraagd. Ja, oké, okay, goed. Ja, natuurlijk, het is toch een jongensdroom om op zo'n ding de wereld rond te gaan. Echt geweldig. Dan wil ik bij deze de 80 dagen rondreis van het team Storm van de Technische Universiteit Eindhoven van start verklaren. Nee, de echte huldiging volgt pas over 80 dagen. En na alle formele activiteiten zal de eerste rijder die hem van het podium afrijdt meer stress hebben gehad dan tijdens een nachtelijke lekke band in de achterbuurten van Oezbekistan. We gaan er maar vanuit dat de gemiddelde fabrikant is 3 jaar bezig met een nieuwe motorfiets te ontwikkelen. En dan praat je over Honda, Kawasaki, noem het allemaal maar op. En deze, die universitaire gasten, die presteren het om in 2 jaar deze motor neer te zetten. Dat is ongelooflijk. Maak eens een motor. In 2 jaar, terwijl je geen ervaring in die materie hebt. En dan kan je wel zeggen, misschien is het elektrisch, dus dan is het niet interessant en dan komt geen geluid uit. Hou nou eens een keertje op met die discussie en dat geneuzel. Ik bedoel, dit zijn motorrijders. En over 80 dagen sta ik hier weer gewoon. Zo.